Goedemiddag, dames en heren. Met excuus voor deze verlaten gemeenschappelijke podcast. Aflevering 63. Hi Joop, fijn dat we vandaag kunnen doen. Ja, goedemiddag allemaal. Ik had het vanmorgen ook bekendgemaakt dat het wat later zou zijn. Jij bent een beetje over je ergste verdriet heen, hoop ik. Nou, het is een enorm gemis. Ja, ja, sorry Joop. Ik wist niet dat je zoveel van een diertje kon houden. Nou, vertel mij wat. Maar ik ben, voor de mensen die het niet weten, ik heb mijn kat op woensdag in moeten laten slapen. Dat beestje was nog geen 2 jaar oud, maar had epilepsie echt in de hersentjes. Dus het viel niet te bestrijden met medicatie. En dan moet je zo'n beslissing nemen over zo'n beestje waar je onvoorstelbaar veel van houdt. En zij ook van jou. Dat het was echt, het was voor mij traumatisch. Ja. En vanochtend vond ik nog de pilletjes. Ach, die ze altijd trouw innam. Ach, en dan breek je toch weer eventjes, ja, weet je. En dat zal moeten slijten. Dat moet maar slijten. Maar ik wist niet dat ik zo, zo'n zacht hartje had, zeg maar. Nou, maar dat heeft niets met zachtheid te maken. Dat is gewoon menselijkheid. Het maakt deel van je leven uit. Ik heb dat ook, ja, met mijn hond. Ik bedoel, elke, ja, keer wanneer je thuis komt, is er iemand die zegt... Hallo Joop, leuk je weer te zien. Weet je wel, die springt tegen je op. Ja, je krijgt met zo'n beetje geen kans om eenzaam te zijn. Absoluut niet. Altijd aanspraak en altijd contact. Absoluut niet. Nee, nee. Het zal moeten slijten. Ja. Het zal moeten slijten. Ik merk dat, ik zal dat vanavond weer merken, want ik moet de nicht van Michel uit Parijs ophalen van het vliegveld. En het is iets te warm voor hem, voor Mickey, om mee te gaan. En nou, als ik dan binnenkom vanavond met die nicht, nou, dan wordt hij helemaal gek. Zo, ja, uit blijdschap, want hij kent er natuurlijk, ja, door en, ja, door. Ja. En ja, dan gaat hij helemaal door het lint. En dat is fantastisch. Ja, mijn moeder was hier ook van het weekend, weet je. En mama, ze had altijd een ritueel met mama. Dat er, zodra mama dan binnenstapte, dan ging ze op het matje in de hal liggen. Op de ruggetje. En moest en zou mijn moeder van 86 door de knieën. Want dan moest ze over de buikje gestreken. Ja, 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 ja. Ja, ik ken dat. Ik en ken dat. Dat mama miste dat ook van, ja, het weekend. En ze kwam altijd 's nachts heel eventjes bij mama zo snuffelen. Zo van, oh, ben je, ja, nog en leef je nog? En weet je. En, leuk. Maar goed. Joh, laten we vooral gaan door. Over andere zaken, ja, hebben. Want dit is gewoon privéleed. Ja. Nou, waar ik erg blij om ben, Esther, om te lezen dat Hans Knoop weer aan het schrijven is gegaan en dat hij weer terug is. Dat is een wonderbaarlijke toestand, ja, geweest. Ja. Hij heeft echt op het randje van de dood gelegen. Hij heeft dat ook gemeld in zijn, opinie. Ik ben een paar weken geleden bij hem nog langs geweest in het revalidatiecentrum. Toen dachten we nog dat hij daar pas op 5 juli uit kon worden ontslagen. Nou, dat is ook weer vroeger geworden. En hij heeft deze week dus weer helemaal op zijn hands zijn opinie ingeleverd. Ook de lezers verteld wat er met hem gebeurd was. En dat hij weer helemaal bij is, dat is een godswonder. Ja, fantastisch. Echt een godswonder. Ja. Dus, en ja, en vervolgens heeft hij het natuurlijk, zoals we Hans kennen, over de zorgen die hij net zoals wij over Israël hebben. Ja. Ja, zo ken ik Hans ook. En heel normaal dat hij zo reageert. Absoluut. Ja. Want morgen is weer een spannende dag. En hè, morgen, Jo, wordt het heel spannend. Nou, vandaag was het al een beetje spannend. Vandaag was het hele echolon van de procureur-generaal en al haar assistenten en medewerkers was bij de kabinetsvergadering. Heel uitzonderlijk. Daar kregen ze voor, ja, de voeten geworpen dat ze te partijdig zijn. Ze staan aan de kant van de demonstranten. Demonstranten, want de, ja, demonstranten worden niet hard genoeg aangepakt. Daar kwam de politiechef van Israël even tussen beiden. En die zegt, in al die demonstraties is er geen enkele agent gewond geraakt. Dus over welk geweld hebben we het? Ja, precies. Er is geen geweld. Want, nee, je moet niet vergeten, gisteravond stonden we voor de 27e keer te demonstreren.
En hoe was dat, Joop? Waren er weer veel mensen? Beduidend meer dan verleden week. Ik denk dat we 25.000 of meer hier bij mij in Ier Jamien hadden. En dat is veel voor een Likud-bolwerk wat Netanya is. Ja. En in Tel Aviv waren er tegen de 180.000. Dus dat is enorm, hè? En dat is al de 27e week. Jullie zijn al langer dan een half jaar aan het demonstreren. Ja, klopt. Klopt. En Big Centers, een grote keten van winkelcentra door het hele land, heeft gezegd als morgen in eerste stemming die omstreden wet, die ga ik zo uitleggen, wordt aangenomen, dan gaan zij de algemene demonstraties en stakingen, daar zullen ze hun steentje aan bijdragen door alle winkelcentra dicht te gooien. Dinsdag. Zo. In Israël een winkelcentrum dichtgooien. Ja, dat wil wat zeggen. Dat is nogal wat, ja. High-tech bedrijven hebben al hun medewerkers gezegd dat ze vrij af kunnen nemen als ze de demonstraties dinsdag willen bijwonen. Geen enkel probleem. Het lijkt op een soort algehele staking uit te draaien. Er gaan al geruchten dat de Histadrut in de komende dagen zal gaan beslissen om ook aan de demonstraties te gaan deelnemen. Dat betekent dan... Histadrut, mensen, zijn de vakbond. De vakbond, sorry, ja. Dat is de algemene vakbond hier in Israël. Ja, en als dat gaat gebeuren, dan krijg je natuurlijk een onbeperkte algemene staking. Daar moet je wel van uitgaan. Ja. Want wat er gaat gebeuren, ik zal het in het kort uitleggen. Ik heb het al vaak uitgelegd, maar ik zal het tegenover de NIW-luisteraars ook nog eens een keer uitleggen. Het is heel simpel. Men krijgt het hoge rechtshof niet weg. Men zocht een andere manier om de macht van het hoge rechtshof te beperken. Het hoge rechtshof in Israël is het enige controlerende orgaan wat er bestaat. Op de politiek. Ja. Dan zou je een situatie krijgen als die wet wordt aangenomen. Vergelijkbaar met Nederland zonder Eerste Kamer. Nederland zonder Raad van State. Nederland zonder Hoge Raad. En Nederland zonder grondwet. Dat wordt dan de situatie. En dat is een situatie die niemand wil. Ja, dus en sowieso als je in Nederland dus als politiek de grondwet wil veranderen, dan heb je 2/3 van stemmen nodig. En in Israël is het gewoon de helft plus 1. Ja, ja, dus... Als je essentiële wetten wil veranderen, dan heb je gewoon een minimale meerderheid van de Knesset nodig. Juist. Om gewoon het hele land anders in te delen dan waar het oorspronkelijk... dan voorheen. Precies. Dus dan, dat is een minimale meerderheid. De minderheid wordt gewoon aan de kant gezet. Ja. En dames en heren, we kunnen ons gang gaan. Dat is de conclusie. Nou, de angst van velen, en die groeit die angst hier in het land. De ultra-orthodoxe partijen houden zich erg rustig op dit moment. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben als die wet echt door zou gaan. Dus aangenomen wordt voor het zomerreces, dus voor 31 juli, dan bestaat de mogelijkheid dat de ultra-orthodoxe partijen bij het nieuwe Knesset-reces, wat na de Joodse feestdagen begint, met een wet kunnen komen waar ze al sinds 2016 mee leuren, die dan de Shabbos-regels, de Shabbat-regels, voor de zaterdag laat gelden. Dat wil zeggen, als zij dan met een wet komen die zegt op zaterdag mag je geen auto meer rijden, mogen geen enkele coffeeshops op het strand open zijn, dan moeten de stranden gescheiden zijn, dan is daar niemand die daar juridisch iets tegenin mag brengen. En dan is het, wat bedoel je met de stranden gescheiden, Joop? Voor mannen en vrouwen gedeelte. Zoals je nu al hebt in Tel Aviv, hè. Er is een klein gedeelte vlakbij het Hilton Hotel,
wat voor de ultra-orthodoxe strandbezoekers is. Mannen en vrouwen gescheiden. Ja, dat het een klein deel is dus en dat ze daar dan helemaal best, maar ja, dat zou dan landelijk gaan gelden. Bijvoorbeeld. En er is geen enkele instantie die dan kan zeggen, oké, het mag dan wel met de helft plus één zijn aangenomen, maar dit kan juridisch helemaal niet. Ja, maar hoe gaat in godsnaam die Shabbatswet, hoe gaan ze dat doen, de helft plus één? Wie zitten daar nog in Likud? Daar gaan toch een aantal. Er zitten heel seculiere Likudnikingen in. En er zitten gays in Likud. Ja. Die gaan daar toch never de nooit mee akkoord. Nee, maar als ze hun baan willen houden. Dan staan ze zo onder druk. Ja. Dan staan ze zo onder druk dat als ze niet meestemmen. Ja. Ja. Als ze hun baan willen houden. En niet. Lapbekken in die Likud natuurlijk. Ja. En niet uit de Likud willen worden gezet, dan. Luister, de Likud is nu bezig. Of heeft al een aanklacht ingediend, de Likud-partijen, tegen Ehud Barak. Zij willen dat Ehud Barak de gevangenis ingaat, de voormalige premier. Waarom? Ja. Omdat hij een paar keer heeft opgeroepen tot een geweldloze burgeropstand. Ja, dat is het enige ook wat het land nog kan redden. Ja, nou, dat mag hij niet zeggen. Ja. En hij moet daarvoor de gevangenis in, vindt de Likud-partij. Ze zijn knettergek geworden. Ja, ze zijn knettergek, maar we leven er wel in. Ja. We leven er wel in. Ik bedoel, ik zie gisteravond. Dat het land totaal plat wordt gelegd? Ja. Kijk, je hoeft maar een paar belangrijke. Als dat route ook mee gaat werken, als de vakbonden. En die zeggen van, we leggen gewoon het hele openbaar vervoer en alles plat. Alles plat. De advocaten hebben al gezegd van, luister, jullie gaan de orde van advocaten opheffen omdat de nieuwe voorzitter een fervent tegenstander is van die juridische hervormingen. Ze willen wel juridische hervormingen, maar niet op deze wijze. En met 72% van de stemmen hebben de orde van advocaten, dat zijn de tienduizenden, hebben een nieuwe voorzitter gekozen. Die voorzitter is tegenstander van die hervormingen. Nou heeft de regering Netanjahu verleden week besloten, wij gaan de orde van advocaten opheffen en wij richten zelf een orde van advocaten op met de minister van Justitie als voorzitter. Ja. Zo gaat het op het ogenblik. Ja. Nou, dat kan niet. Dit kan niet. En laten we even terugkeren naar de basis, Joop. Ja. De basis is natuurlijk waarom Netanjahu zo ontzettend zijn oren laat hangen naar deze zaken. Is omdat nog steeds die rechtszaken tegen hem lopen. Juist. En Sarah Netanjahu heeft van de week moeten getuigen. Zij was bij de getuigenis. Brighton. Zij was bij de getuigenis. Om die getuigen te intimideren. En dat is haar aardig gelukt. Die getuige is een mediamogul en die weet wat er voor omkoperij heeft plaatsgevonden. Ja. En hij wilde ook niet naar Israël. Hij durfde niet. Die rechtszaak in Brighton. Hij durfde niet, dus hij moest in Brighton hebben ze die rechtszaak. Heeft die getuigenis afgelegd. Ja. Dus dat is echt ook weer, dat is echt van, het is een avocado-republiek. Nou, hij werd geïntimideerd door Sarah Netanjahu. En hij heeft de rechters gevraagd of zij niet uit de zaal kon worden verwijderd. En dat deden ze niet. Omdat ze gewoon met haar ogen powerplay zat te spelen. Ja. Nou, ze kwamen op een van de ochtenden ongeveer gelijktijdig aan bij dat gebouw. En zij liep spontaan naar hem toe om hem te omhelzen. Nou ja, sorry. Dan voelt zo'n man zich al onder druk gezet. Zijn assistent, zijn assistente, die heeft al een keer getuigd. En die moet morgen weer getuigen. En die heeft nu doodsbedreigingen ontvangen tegen haar en haar familie. Daar staan we niet van te kijken, Daar staan we niet van te kijken. Het is echt een bananenrepubliek aan het worden hier. Echt. Ja, man. Dit gaat helemaal fout. Dit gaat gewoon fout. En daar vechten we gewoon voor. Juridische hervormingen, prima. Maar hou wel de democratie in stand.
Ja, en die is dus op dit moment in gevaar. En ik heb ook al begrepen dat hier en daar de vrees is voor een burgeroorlog. Nou, die is er zeker. Die is er zeker. Als jij zag gisteravond weer hier bij mij dan, in Ier Jamien. Nou, dan staan daar zo'n 60, 70 zwaar bewapende agenten rond dat gebied. Maar aan de overkant staan dan pro-Netanjahu aanhangers. En die proberen dan met vuurwerk en dat soort zaken de zaak te intimideren. Dus daar staat ook weer politie bij. En degene die gewelddadig zijn, dat zijn die Netanjahu aanhangers. Maar niet de demonstranten die met hun klapstoeltjes komen, de ouderen, om zittend te demonstreren met een vlag. Ja. Want ik zie daar oud en jong, arm en rijk, seculair en mensen met een keppeltje. Dat vertel je, ja. Er staat echt van alles door. Van alles, van alles. Ja. Het zijn geen linkse activisten. Dat wordt voor het gemak maar even uit de kast gehaald. Weg te zetten, hè? Ja, kom op zeg. Kom die zitten er wel tussen, maar... Er zit ook superrechts ertussen. Ja. Echt, het is een allegaatje, het is een doorsnee van wat hier woont. Ja, Joop, het is echt een drama. Het is verschrikkelijk. Het is echt een drama. Want je ziet gewoon, je merkt aan alles hoe het land naar de afgrond gaat. Hoe het land kapot wordt gemaakt. Want economisch heeft het ook al ontzettend veel repercussies gehad, hè? Ja, het heeft een enorme economische teloorgang teweeggebracht. De economie gaat snel naar beneden, de groei. Terwijl Netanjahu had beloofd dat deze maatregelen allemaal goed zouden zijn voor de economie. Ja. Nou, good luck with that. Ja, de investeerders trekken aan mas weg, want die zeggen wij vertrouwen dit niet meer. Startups zitten op het peil van 2018 bij het vinden van investeerders voor een nieuwe start-up. Ja, terwijl het allemaal booming was. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat investeerders denken van nou, ik wil nog even kijken hoe dit zichzelf oplost. Nou, ik zeg heel simpel en dat kan iedereen mij uitleggen. Als mensen mij vragen van Joop, zou ik nog in oktober of november in Israël op vakantie kunnen komen? Dan zeg ik heel eerlijk, ik zou het niet weten. Als je wil komen. Daar had Hans Knoop het deze week ook over, hè? Ja, dat las ik. Wil je nog wel naar Israël op vakantie ook? Ja, want, dan moet je nu gaan. Ja. Dan moet je nu gaan. Ja. Echt, want... Ja. Nou, wij gaan, hè, of tenminste dan niet vakantie, maar we gaan een werkbezoek weer afleggen. Ja, daar kijk ik erg naar uit. Kijk ik erg naar uit. Ja, tweede helft van juli. Ja, leuk. Dat is in onze vakantie, maar anders kunnen we niet weg. Dus dat is de enige mogelijkheid die we hebben. En dan gaan we langs vier kibbutzim. Om te kijken hoe die kibbutzim zich ontwikkelen. En er is er onder meer eentje bij jou in de buurt, Joop. Ja. Waar een heleboel mensen uit Tel Aviv nu naartoe gaan. Omdat Tel Aviv zo ontzettend duur wordt om te leven. Dat ze dat niet meer trekken. Ja, dus iets noordelijk. Dus die melden zich nu aan bij kibbutzim. Ja, iets noordelijk boven Netanya. Ja. 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 Nou, dan gaan wij ook een mooie... We gaan ook samen met z'n drieën een podcast maken. Dat beloven we de luisteraars natuurlijk. Dat is inderdaad de bedoeling. We moeten even kijken, want het is een heel krap schema dat we hebben. Dus ik hou even een slag om de arm. Ja, maar een dag is lang. Dat is wel de intentie. Een dag is lang. Dat is het plan. Is absoluut de intentie om dat te doen. Ja. Want wij hebben nog één podcast. Niet aanstaande donderdag, maar de week daarop. En dan gaan jullie weg. Dat is mijn eerste vakantiedag. Ja. En wij vliegen dan op zondag vliegen we naar Israël. Ja, ja. En dan zijn we, dat is 8 dagen dat we door Israël trekken om dus die 4 kibbutzim in kaart te brengen. Maar we zullen ook nog wel andere artikeltjes schrijven van allerlei zaken die we onderweg tegenkomen. Oh, gaat... En het is ook goed gewoon om ook weer eens eventjes te voelen hoe de sfeer is in Israël. Ja. Want sinds corona ben ik niet meer in Israël geweest. Nee, dus, ik miste je al.
Ja. En Mickey mis je. Oh. Want ik zeg net tegen hem, ik zeg, nu moet je even stil zijn op zijn Engels. Want ik ga met Esther de podcast doen. Nou, podcast weet hij. Esther, dan zie je hem al kijken van, hey, die naam, kom me bekend voor. Zo leuk. Het is zo leuk. Ja. Nou, Joop, wij hebben verder van alles en nog wat in het blad deze week. Dat heb je ook gezien. Ja, ik vond iets heel moois. De berg Sinai. Ja. Ja. Ja, dat is toch wel interessant. Leg uit. Nou, niet iedereen zal dat denken van er zijn mensen die zullen zeggen, wat een onzin, want het staat toch zo in de Tenach. Maar er zijn toch wel aanwijzingen dat de berg waarop Mozes de 10 tafelen zou hebben gehad, dat het zich niet in de Sinaï heeft bevonden, maar in Saoedi-Arabië of All Places. En daar zijn toch wel wat aanwijzingen voor, zeggen dan historici, hè, want ik blijf er verder vanaf. Ja. Je ziet vooral dat christelijke evangelicals die theorie nu beginnen aan te hangen. En ook omdat Saoedi-Arabië natuurlijk opener wordt. Kunnen daar nu reizen ook naar georganiseerd te worden, naar die ene berg. Ja. Dus dat vonden we wel een grappig fenomeen. Dus daar hebben we een paginaatje aan gewijd. En er staat natuurlijk nog veel meer in deze week in het NIW. Ik heb een interview gehad met de leiding van Maror. Dat is de organisatie die Joodse organisaties financieel helpt om toch weer iets van Joods leven op te bouwen. Na de oorlog natuurlijk, want er moest van alles weer opgebouwd worden. En die hebben goede dingen te melden, dus daar heb ik dan weer een interview mee gehad. Vond ik heel bijzonder en, trouwens, om te lezen. Dat was een erg leuk interview. Heel en, mooi. Wat ik ook vind, is dat echt de drive en commitment eruit tekent om het goed te doen. Ja. Om het goed te doen. Ja. Ja. Het was heel verduidelijkt. Ja. Ze willen vooral ook veel investeren in de Joodse jeugd. Nou ja, en we weten hoe dat hoe die dat nodig heeft. Want we hebben natuurlijk ook gezien nu dat eindelijk de universiteiten wakker beginnen te worden. Ja, hoe vind je dat? Om te zien dat Joodse studenten toch echt wel echt in een hoekje worden gedrukt. Ja, ja, die kunnen niet eens meer voor een Jood zijn uitkomen als ze met een Davidster lopen. Nee, dan word je uitgescholden voor vuile Zionist. Het is toch verschrikkelijk? Die voelen zich gewoon niet meer veilig. Nee. Ja, die voelen zich niet meer veilig. Het is echt heel erg welke kant het in Nederland opgaat op het ogenblik. Ja, nou ja, het wordt gewoon overgenomen door een stel radicalen die ook gewoon echt geen weet willen hebben van de daadwerkelijke geschiedenis. Nee, maar we hebben het hier over studenten die over een aantal jaren de leidende macht zijn in Nederland. In het zakenleven, in de politiek. Ja, ja, ja. En die hebben dan deze gedachtegang nu al. Zeer zorgwekkend. Ja. Daar mag men zich echt wel zorgen over maken. En ik denk ook dat we daar met z'n allen aandacht aan moeten blijven besteden om de mensen wakker te schudden. Dat doen wij ook, want voor komende week hebben we ook weer de stelling dat de universiteiten Joodse studenten beter moeten beschermen. Wij volgen dit op de voet, Joop. Ja. We zitten er bovenop. Ja, dat moet ook. Dat moet ook. Ik kreeg toevallig van de week een artikel uit het blad Folia in handen gedrukt. Dat heb ik online gezet. Ja, die worden eindelijk wakker. Ja, dat viel mij op. Die worden eindelijk wakker. Ja. En die hebben nu al ontzettend veel kritiek gekregen hoe ze het in hun hoofd haalden om met het sionistische frame mee te gaan. Oh ja? Dat is niet te geloven. Oh, was dat de reactie? Ja. Nou, dat was de reactie. Het is toch verschrikkelijk? Ja. Ja. Het is echt niet normaal. Dus, nee, daar gebeurt, dat is echt, dat is puur beangstigend. Ja,
En nou heeft Nederland geen regering meer. Dus ja, er gebeurt tot eind van het jaar helemaal niks. Hè? Want die zijn dan alleen maar met hun eigen politieke welzijn bezig. Klopt. Nou ja, kijk, laten we wel even, daar wil ik echt een lans voor breken. Dylan Jessugus, die op justitie en veiligheid zat. Heeft het goed gedaan. Uitstekend. Ja. Ja, uitstekend. Absoluut. Die ziet ook het gevaar. Die is daar echt proactief in bezig geweest. Ja, absoluut. Echt heel erg goed gedaan. Wat ik gelezen heb hier en wat ik gezien heb, want ik zie ook af en toe Nederlandse nieuws. Maar ik lees natuurlijk veel Nederlands nieuws. Heeft het echt bij mij een uitstekende indruk achtergelaten. En bij meerdere. En bij meerdere. Nou, daar ben ik alleen ook maar blij. Omdat ze gewoon heel duidelijk, soms niet de kool en de geit wilde sparen, maar gewoon zei waar het op stond. Ja. En daar heeft ze erg veel goodwill mee gekweekt. Ja. Zowel binnen de VVD als bij anderen. Je hoorde heel, iedereen had het aan het begin over, moet die, met respect dames en heren, maar ik moet even quoten wat men van haar zei. Moet die huppelkut daar nou op en ze is niet eens jurist en weet ik veel. Weet je, en dan krijg je dat. Nou, pet je af. Absoluut. Al die kritiek is verstomd. Ja. Al die kritiek is verstomd. Ja, absoluut. Absoluut. En ze mag ook wat mij betreft terugkomen hoor. Ik heb wel vanmorgen een ongebruikelijke stap gedaan, moet ik je zeggen. No? Hiermee verband houden. Ik kreeg van Irgun Olij Holland een e-mail over het feit dat de Nederlandse regering gevallen was en bla bla bla. En je kan je laten registreren als kiezer. Ik denk, nou dat heb ik dus even gedaan. Oké, dus jij gaat ook gewoon weer mee stemmen. Voor het eerst in 23 jaar ga ik weer met de Nederlandse verkiezingen meedoen. Want dat mag je. Hoop ik dat ik heel. Nou ja, dat was ook een groot probleem. Dat was een groot probleem ook andersom, Joop. Met Israëli's die in het buitenland woonden. Ja. En ik heb er hier om mij heen. En die hadden allemaal zoiets: het is me te veel moeite, ik ga niet meestemmen met de Israëlische verkiezingen. Ja, maar ik moet je zeggen hoe Nederland het heeft gedaan, was heel simpel. Je vult een formulier in online, dat print je uit, je ondertekent het. Je scant het en je zendt het op samen met je paspoort. Meer hoef je niet te doen. Mm-hmm. That's it. Ja. Geweldig. Ja. Dus ik heb het vanmorgen gedaan. Voor het eerst in 23 jaar gaat Joop weer stemmen in Nederland. Doen, Joop. Ja, het is wel mijn democratisch recht. Ja. En als mijn stem ook een klein, heel klein steentje kan bijdragen, waarom niet? Dus, weet je wat het punt is, Joop? Dat zeg ik altijd. Als je niet gaat stemmen, moet je ook niet lullen. Nee, dan moet je niet zeuren. Dan moet je niet zeuren. Dan moet je niet zeuren. Nee. Als je niet eens de moeite wil nemen om te stemmen. En dan zeggen mensen, ja, ik weet niet waarop ik moet stemmen. Ja. Dat klopt, dat heb ik ook. Ja. Er is geen enkele partij in Nederland waar ik me helemaal bij thuis voel. Nee. En waarvan ik helemaal denk, nou, die vertegenwoordigen helemaal zoals ik de wereld zie. Ja. Hè? Ja. Maar dan kies je uit de partij waarvan je denkt van, nou, daar zit het meeste in voor mij. En ik weet het niet meer, dat is een dooddoener. Dat is gewoon laks. Nou ja, ik ga in oktober hier stemmen voor de burgemeestersverkiezingen. Die hebben we dan hier nog, hè. En onze burgemeester zit al 27 jaar op haar stoel. Ja. Dan doet ze het goed. Dan doet ze het goed. Zij heeft Natanja wel opgebouwd. Nou, ik maak van dat recht gebruik en ik ga stemmen. Klaar. Ja. Natuurlijk, je hoort ze gaan stemmen. Ja. Bij ons ook, wij hebben woensdag deadline, dan is het altijd alle hens aan dek. En nogmaals, redactie, dank. Want de dierenarts kon alleen maar op woensdagmiddag ruimte vrijmaken om Saartje in te laten slapen. En dat was om 12:30. En dan hebben wij het normaal idioot druk. Maar we hadden gelukkig wel alles goed voorbereid waarop dat kon. Maar normaal op woensdag kunnen we gewoon niet weg.
En vooral Bart en Jeroen en Mark en ik niet. Dan is het echt alle hens aan dek. Dat is dan een viermanschap. Dan zijn we ontzettend hard aan het werk. En de verkiezingen zijn ook hier in Nederland altijd op woensdag. Oh. Maar zelfs Marianne van het secretariaat, die is ook altijd iemand van de stembureaus. Dat doet ze al sinds jaar en dag. En dan zorgen wij er gewoon voor dat Marianne gewoon als vrijwilliger in het stembureau kan zijn. Het is woensdag, het is gekkenhuis, maar daar zorgen we dan gewoon voor, omdat het gewoon erg belangrijk is voor de democratie. Ja, tuurlijk. Dus ik maak van dat recht gebruik, absoluut. En dat recht heb ik dus ook in Nederland, omdat ik nog steeds mijn Nederlands paspoort heb. Dus ja, dan ga ik daar ook mee aan de gang. Dus, en het is, ik weet dat er heel veel Nederlanders hier in Israël luisteren naar de podcast. Dat zijn er enkele duizenden, weet ik uit de statistieken. Dus mensen, maak van je recht gebruik. Om in Nederland te stemmen. Doe het gewoon. Het wordt heel spannend weer de komende verkiezingen. Ja, daarom. Daarom. Ja. Dus hier zijn we er nog niet aan toe. En ik weet niet of dat ook gaat gebeuren. Ik weet niet welke kant het op gaat. Als mensen mij vragen, hoe denk jij dat het afloopt? Ik zou het niet weten. Ik weet het gewoon niet. Er zijn twee extreem rechtse partijen die Netanyahu zo in de tang hebben dat hij geen kant uit kan. Ja. En ik weet echt niet welke kant het op gaat. Hoe kan je in vredesnaam een extreem rechtse man die 53 keer is opgepakt voor het vernielen van Palestijnse eigendommen, voor het aanvallen van Palestijnen, voor het in brand steken van Palestijnse landbouwgronden. Hoe kan je zo iemand verantwoordelijk maken voor de veiligheid van Israël? Dat kan er bij mij niet in. Het is Machiavelli. Ja. Het is Machiavelli. Het is Kafka en Machiavelli in één. Ja, het kan er bij mij niet in. Nee, het is echt. Hadden we toch 3 jaar geleden niet kunnen voorstellen. Nee. En dan wil ik één ding verduidelijken. Mensen zeggen altijd, ja maar Joop, je moet de verkiezingsuitslag respecteren. Dit onderdeel, de juridische hervormingen, kwam helemaal niet in de verkiezingen voor. Het was geen punt van discussie. Er werd niet over gesproken. Nee. 2 weken nadat de regering was geïnstalleerd, kwam opeens minister van Justitie Levin met zijn plannen. Toen kwam het pas naar buiten. Dat was helemaal vooraf bekokstoofd. Dat was vooraf bekokstoofd. En ze wisten dat ze zouden verliezen als dat naar buiten zou komen voor de verkiezingen. Precies. Dus men heeft het angstvallig stilgehouden en alles op papier gezet. En 2 weken nadat de regering was geïnstalleerd, kwam meneer Levin met de juridische hervormingen naar buiten. Mm-hmm. Ja. Zo is het gegaan. Dus ik respecteer de verkiezingsuitslag, maar dit heeft niets met de verkiezingen te maken gehad. Absoluut niets. Nee. Nul. Want dat is dan het argument wat je naar je toe gegooid krijgt. Van je respecteert de verkiezingsuitslag niet. Krijg jij ook vanuit Israël dat je te pessimistisch bent, Joop? Nou, ik word door een aantal Nederlanders die hier wonen beschuldigd. Niet alleen links activist, maar ik ben ook een extremist. Eentje had zelfs al geroepen van je bent een fascist. Je moet eens weten wat je naar je hoofd krijgt geslingerd. En dat zijn dan een aantal Nederlandse Joden die hier wonen. Maar we hebben natuurlijk ook genoeg mensen in Nederland die vinden dat ik mij niet zo... Dat je verraad pleegt. Ik mag mij niet zo opstellen, ja. Ja, ja. Ja goed, het zij zo. Ik vertel wat de situatie is en ik verzin er geen letter bij. Het is niet anders. We hebben nu elite soldaten. En dat zijn echt de elite van de elite. Die hebben een brief gestuurd. Er is één reservist die helemaal in elkaar was geslagen. Nou, dus, die had een raket of een rotzooi in zijn ogen had. Nou, die heeft gezegd... Dat is een reservepiloot. Die donderdagavond kreeg hij door een waterwerper, hoe noem je dat? Zo'n waterkanon.
Waterkanon, ja. Dat kreeg hij in zijn oog. En hij is nog steeds piloot. Maar hij zal waarschijnlijk zijn oog moeten gaan verliezen. En kan geen piloot meer zijn bij de luchtmacht. En hij heeft nu iedereen opgeroepen om vooral te gaan demonstreren en dienst te gaan weigeren. En elite-eenheden, de elite van de elite, die hebben vanmorgen een brief aan de minister van Defensie geschreven. Hou dit tegen, doe zoals je dat in maart deed, toen je dus door Netanyahu werd ontslagen en later weer aan werd genomen. Maar hou dit tegen, jij bent de enige die het kan tegenhouden. Doe je dat niet en wordt die wet aangenomen, dan zullen wij als reserve elite-eenheden niet meer in reservedienst komen. En de reservisten, daar draait het om, hè? Daar draait het leger om. Om hen draait het. Ja. Daar draait het leger om, om de reservisten. Daar draait het leger Want om. Want die hebben allemaal een gezin thuis wonen. Ja. En die weten wat het kost op het moment dat ze en niet goed zouden handelen. Dus ja. Die zijn ontzettend belangrijk in Israël. Die zijn misschien nog wel belangrijker dan de gewone dienstplichtigen. Absoluut. Absoluut. De meerderheid van het leger zijn de reservisten. Kijk, in maart is dit ook gebeurd. Toen heeft Galant zich tegen die hervormingen uitgesproken. Toen werd hij ontslagen door Netanyahu. En dat ontslag leidde tot enorme demonstraties. En toen heeft Netanyahu hem weer gauw aangenomen. Nou, datzelfde hebben we afgelopen donderdag gezien. Woensdagavond gaf de politiechef van Tel Aviv een verklaring, een persverklaring op televisie, waarin hij zijn ontslag aankondigde omdat hij van zijn functie werd ontheven door Ben-Gvir, omdat hij niet optrad tegen de demonstranten. Terwijl hij juist zegt, door mijn manier van handelen is er geen enkele demonstrant, geen enkele agent gewond geraakt. Precies. En daardoor werd hij ontslagen en gedegradeerd naar commandant van een of andere trainingseenheid. Nou, hij zegt, dat wil ik niet. En dan dien ik mijn ontslag aan. En dat heeft geleid tot een enorme demonstratie in Tel Aviv, in Beersheba, in Jeruzalem en in Haifa. Donderdagavond. Ja. Dus ga niet alleen Motzei Shabbat op zaterdagavond gaat men de straat op, maar ook niet tegenwoordig door de week. Kan ik die conclusie trekken? Absoluut. Dat zou je dinsdag zien. Dat ga je dinsdag zien. En de dagen daarna. Want men wil heel snel die wetten doorheen jassen. En ze hebben natuurlijk een meerderheid van 64 stemmen. En je hebt drie stemmen nodig om een wet er doorheen te jassen. Dus ze kunnen maandag stemmen. Dan kunnen ze eventueel woensdag stemmen. En dan volgende week maandag weer. Dus want het moet drie keer door de Knesset voordat iets wordt aangenomen. Ja. Ja, dus de komende twee weken worden echt bepalend. Wow. Bepalend voor de toekomst van Israël. Nou, ik ben blij dat wij daar dus ook dan zijn. Ja, dan kan je het allemaal zelf meemaken. Ja, we kunnen het helemaal meemaken. Ja. Dan zou je de banners zien hangen, de vlaggen zien hangen op viaducten en op gebouwen. Want die hangen er gewoon. Mm-hmm. Dus wat mij ook opvalt, mensen rijden nog steeds met Israëlische vlaggetjes op hun auto. En dat zag je nooit in de zomer. Maar men doet dat bewust. Ja. Want je gaat gaat om het voortbestaan. Ja. Het voortbestaan van Israël zoals wij dat kennen. Ja. 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 Mijn buurtjes zijn 90 jaar en ouder. En die vragen aan mij of ik mijn vlag wel klaar heb staan. En of ik die meeneem op zaterdagavond. Ja. Echt hoor. Mooi, hè? Ja, is toch prachtig. Ja. Is toch prachtig. Zij kunnen niet meer. Ze kunnen dat stuk niet lopen. En ze kunnen misschien zitten, maar dan moeten ze van alles meeslepen. Maar ik zie genoeg mensen met klapstoeltjes, met plastic stoeltjes, die dan gaan zitten. Oudere mensen met hun vlag. Ja. Mm-hmm. Dus heel indrukwekkend. En elke demonstratie wordt afgesloten met het Hatikwa. Tuurlijk. Met het volkslied. Tuurlijk. Ja. Is ook bijzonder. Ja. Dat mag je maar dat is logisch. Ja. Dat is logisch. Ja. Heb je trouwens ook die fantastisch, die hadden we het ook nog over deze week.
Die leadzanger van een of andere rockgroep die in Israël heeft opgetreden. Ja, ja, en ja. Die even tegen Roger Waters van voormalig Pink Floyd tekeer ging. Ja, vanaf en dat podium. Eindigde ook met Hatikva. Hatikva, ja. Ja. Heel bijzonder ja, dat is dat. Ja, is echt het wat we... Ik had het kippenvel op mijn armen staan. Want dat is natuurlijk ook nog een keertje zo. Ja. Al die anti-Israël bewegingen, ja. die lachen in hun vuistje natuurlijk. Ja. Die lachen in hun vuistje. Nou ja, kijk, ik heb dat elke zaterdagavond als ik daar zat, ik was daar staan mee te zingen. En je staat dat met iedereen om je heen te zingen. Ja, dat blijft een bijzonder gevoel geven, absoluut. Ik vind dat heel apart. Ja. Heel apart. En dan gaat iedereen ook weer rustig weg en dan is het afgelopen. Heel simpel. Maar heel mooi. Ja, dus al die verhalen van jullie zijn een stel oproerdraaiers enzovoorts, dat geldt helemaal niet. Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Nee. Denk jij dat ik maar dan zo met mijn... zo worden jullie dan geframed. Zo worden we geframed. Denk jij dat ik dan met mijn hondje daar naartoe ga? En met mijn vlaggetje? Ja. Nee, precies. Nou, precies. Echt. En dat is niet waar. Nee, we zouden het vandaag een beetje kort houden. We zitten toch alweer 3 kwartier te praten. Ja, want Max Verstappen komt er ook aan, hè? Max komt eraan en er is de Tour. En ik moet absoluut aan de studie, want ik heb deze week een heel gecompliceerd artikel over de geschiedenis van Joods Nederland. Dat Aha. is echt studiewerk. Ja. Dat doe je niet 1, 2, 3, daar ben ik vorige week al mee begonnen. Ja. En ik moet verder, want anders heb ik het niet. Ga jij lekker verder? We gaan afsluiten. En dan, ja precies, dan hebben we over 1,5 week nog een podcast. Ik dan hier vanuit Nederland en jij in Israël. Ja. En daarna hebben we er nog eentje. We hopen inderdaad dat we de tijd hebben om die dan met z'n drieën vanuit Israël te doen. Absoluut, absoluut. Ja? En ondertussen blijven zowel jij en Bart als en ik iedereen op de hoogte houden van wat er hier gaande is. Zeker, zeker. Je ziet dat onze website weer vol actief is met steeds het laatste nieuws. Ja, ik retweet een heleboel van jullie. Vanuit Israël, maar ook ander Joods nieuws. Absoluut. Nee, ik hou hem dagelijks bij en dat gaat lekker online bij mij. In mijn social media. Oké, dan wens ik jou een hele fijne voortzetting, Esther, van deze zondag. Het is bij jullie minder warm als hier, gelukkig. Maar hier is het 30 graden. Ja, nou, ik was vanmorgen om 6 uur, ging naar buiten, was het 28 graden. Kan je nagaan wat het nu is? Dus laten we het daar maar niet over hebben. Wij gaan richting 40 graden in de loop van de week. Is de voorspelling. Ja. Ja. Het is niet anders, het hoort erbij. Ja hoor, en het is, dat is wat het is. Het is wat het is. Oké, Esther, groetjes. En de luisteraars, tot ziens. Tot ziens. Bye bye. Doei, hoi.